Yo mis, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Random Clash Generator aflevering hier natuurlijk op mijn kanaal Jarask Game. Vandaag gaan wij weer een website, een clash voor mij laten aanmaken. En met die clash moet ik natuurlijk 60 kills halen in één domination potje. Lukt het ons om die 60 kills te droppen? Dan is het heel makkelijk. Dan krijgen wij er een puntje bij. Lukt het ons niet om die 60 kills te droppen, krijgt de website er een puntje bij. Op dit moment staat het gelijk, het staat 13. Om 13. Voor, ja, niemand, want het staat gelijk voor ons allebei, om maar zo te zeggen. Dus ik ga weer een nieuwe clash genereren via de website natuurlijk. Het kan een chille clash zijn, het kan een kut clash zijn. En daarna gaan we domination potje joinen om te kijken of we die 60 kills kunnen droppen. Dus vinden we dat leuk? Ram natuurlijk zo'n kaart op like, dat zou ik in ieder geval super doof vinden. En als jullie allemaal op die like nog hebben geramd, dan wacht ik heel eventjes op. Dan klik ik op het knopje generate. Dus ik hoop dat het gelukt. Ja? Ja, is de like knop ook? Ja, is gelukt? Hé, hey, super dope jongens. Alright, dan ga ik op het knopje generate klikken. En dan gaan we zien wat voor clash we gaan krijgen. Ik ben heel erg benieuwd. Hij is er al. Het valt wel mee. Het is niet echt een poep clash. Ik ben al blij dat het geen sniper rifle is. Want het is een M8, wat gewoon echt een lekker wapen is. Met de Eloscope. De Fastmax om sneller te reloaden. De suppressor om natuurlijk stealth te blijven, zodat de enemies niet weten waar jij bent. Op secondary hebben we de L-car met daarop de Elo-sight. En dan hebben we nog als perk hebben we Cold Blood. Daar hebben we niet zoveel aan. Dat is de enige perk die we ook hebben. We hebben de Zentax en twee Trophy Systems. Hebben we verder ook eigenlijk een ene drol aan. En dat is onze gehele clash. Dus daarmee moeten wij het gaan doen met deze twee wapentjes. Op zich wel gewoon een fijne setup, moet ik eerlijk toegeven. De science op de M8 is weer wat minder. Maar ja, daar moeten we mee leven. Maar de clash valt wel mee. Dan hebben we als specialist hebben wij de War Machine. Pa, pa, pa. Dikke Noobtube Launcher. Altijd fijn om te hebben. En als Corsix hebben we nog eens de HXD. Ga ik overigens waarschijnlijk niet inroepen. Want het kost heel veel tijd om te gebruiken. De Cerberus killt helemaal niks. En de GI-nut is waarschijnlijk te hoog om te halen. Dus Corsix moeten we niet van hebben. Zo makkelijk is het. Dus we gaan het domination potje joinen. 6 tegen 6. Dan gaan we kijken wat voor score we droppen. Dus ik hoop jullie te gaan zien. Met deze prachtige clash. In een potje, jongens, in een potje. Het is op de map, de prachtige map, micro. En deze map is ook letterlijk micro, want hij is heel erg klein, vind ik zelf. Qua gewoon hoe snel je bij de enemies bent en hoe snel je eigenlijk in de fight zit. Maar, wij moeten dit gewoon gaan doen. We blijven hier heel veel staan. En ik moet wel even wennen, dat zeg ik nu alvast. Bij voorbaat. Dat ik even moet wennen aan die... die suppressor maakt het wapen zo slap. Dat ik even moet wennen aan die suppressor, want dat ding gaat het wapen best wel... best wel op de lange afstandjes wat slap maken. Wat natuurlijk niet fijn is, kan je zelf ook wel bedenken. Dus we moeten hier wel op gaan letten, man. Dat hij gewoon met die suppressor wel wat slapper wordt. Maar als we dat in de gaten houden, dan moet het wel weer... Wauw, hoe scheef kan je zijn, Jan? Holy shit, Bas, we verliezen B. Nee, B is alweer verdedigd. Ik gooi de granaat of... Zit er namelijk wel weer een nieuw op. Oh my god, hoeveel had ik er nou? Ik heb geen flauw idee. Laat ze mee maar pakken overigens, jongens. Dat duurt het potje alleen maar langer namelijk. Hop. Oké, okay, nice granaatje. Oh, kut. HXD. Ah, en dan pakt hij mij. Fuck, ik hoor hem al aankomen. Hij ligt daar helemaal... Ja, ik denk dat mijn teammate hem nu al heeft. Kut, Hellstorm! Yep. ik had het te laat gehoord. Mijn fout, ik had het te laat gehoord. Ah, ik heb normaal gesproken, als ik een M8 gebruik, heb ik stok erop staan. En heb ik dat erop staan. En natuurlijk in deze serie heb ik al dat soort dingen niet. Want die stomme site die maakt de clash van me aan. En, Lightning, gooi dat ding neer. Werkt dit? Ik flauw even werkt, maar ik heb het overleefd. Ik vind het best. Ja, jammer jongen. Kijk, je kan onzichtbaar worden. Maar dan moet je het nog wel slim aanpakken daarmee. Ze kunnen ook in je rug komen via daar. Dus ik hou het wel een beetje in de gaten. Alleen door die suppressor wordt je range minder. Je afstand dat je kan schieten ermee. Dus vandaar dat ik ook zoveel hitmarks krijg. Wat je normaal gesproken nooit met de M8 krijgt. Puur gewoon door die stomme suppressor die erop staat. Oké, Sandigun is kapot. Dat was mijn bedoeling. Die had ik al aanzien komen. Ik moet eerlijk toegeven, ik sta best wel hard te campen. Oh fuck. Ah, ik stond te lang te campen. Ik had erop af moeten rennen. Ah, ik zei als ze kunnen via je zijkant komen, ze deden ze ook. Domme deads, jongen. Securing Bravo.
Hey, kutsie voor. Oh, ik heb fucking geen flak jacket, man. Jezus, die ga ik overigens echt niet gewoon gebruiken. Want dat ding dat kost alleen maar tijd om in te roepen. Oh, hij gaat in het gat staan. Het is een moeilijk potje, want mijn teammates die komen er ook niet doorheen. En ik probeer er steeds zoveel mogelijk te killen daar, oh. Alleen, ik moet daar wel mijn teammates voor hebben om dan weer verder te komen. Alleen die teammates van me, die hebben er volgens mij niet zo'n zin in. Want dat gebeurt dus nou net niet. Terwijl ik ze wel echt gewoon nodig heb, want in mijn eentje kan ik het ook niet doen. Oh my god, holy shit. Dat was een quad kill met mijn granaat, maat. Ik ga gewoon mijn HXD inroepen. Ik doe het gewoon, fuck it. Die voor jullie, jongens. Ik pak dit even slim aan. Ik dacht, even... Wow. Nee, ik kom die net aanrennen. Kak. Teammates, wat zijn we aan het doen, jongens? We worden hard gedomineerd. Waar zijn mijn teammates überhaupt? Die vestmaks zijn wel weer lekker, moet ik toegeven. Trovisisten zijn ook wel fijn, hoor. Trovisisten zijn dingen die ik zelf echt nooit gebruik, gewoon. Maar ze komen nu best wel goed van pas. Jongens, achter jullie. Zo, dat was even geluk, want anders was mijn hele fucking team daar dood. Oh, fuck, Hellstorm! Kutzooi, weer, hè? Serieus? Ah, kut! 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 Ja, ze gaan de enemies winnen sowieso deze ronde, maar... Ik wil wel proberen zoveel mogelijk kills te pakken. Oh, in mijn rug! Nee, teammate! Je ligt er niet, mate! Teammate! Wat ben je aan het doen, joh? Oetlul! Wauw, dit zijn dus echt van die onzinmomenten! Hij ligt daar op de grond niks te doen. We zijn weer in hel, zo blijven we staan. Ja. Hij lag daar op de grond niks te doen. Ik dacht, er kan er sowieso geen een in mijn rug komen. Want er ligt aan de teammate op de grond. Die zit zijn eigen centrum kunnen verdedigen. Dus als er iemand in mijn rug komt, dan gaat hij schieten. Maar hij deed niks. Zelfs toen er twee mensen stonden, deed hij niks. Zelfs toen ik aan het schieten was, deed hij niks. Dat zijn dus van die momenten. Ik laat het scorebord bij de even zien. Dat zijn dus van die momenten waar je gewoon niks aan kan veranderen, jongen. Alright, ik hoop dat jullie weten hoeveel kills ik heb. Ik weet het zelf niet. Ah, dat is zo baan, hè, als dat gebeurt. Niks dat je er tegen kan doen, man. Oké, ik ga nu proberen om via deze kant te lopen. Het midden is wel de plek waar je de meeste kills kan krijgen. Maar een beetje slim spelen kan ook nog wel gewoon wonderen verrichten. Come at me, bros. Serieus? Niemand? Ah. Als er nu een camper ligt, word ik boos. Enemy took Bravo. Weg hier. Doei! Weet je wat, ik ben niet weg, doei. Ik weet niet of ze me gaan pushen, jawel. Ik uit hoor, want ze zitten hier zo hard op te... Ja, ik wou het net zeggen. Kut, ik zit vast. Nee, ik zat vast! Ik weet niet wat er gebeurde. Volgens mij slijde ik of tegen mijn teammate aan, of tegen een rondje aan, waardoor ik niet verder kwam. Kan je niks tegen doen, jongen, tegen dat soort dingen. Oh, ze hebben weer sentry gun. Weet je wat ik doe? Fuck it. Er komt er één in mijn rug. Eén in onze rug. Heb je die? Oké, lekker. Oké, ik deed het even op deze manier. Waarom? Denk je misschien? Vraag je misschien af. Puur gewoon omdat die sentry gun ons gaat naaien. Dus ik wil die sentry guns eigenlijk... Ik heb turned, vriend. Ik wil die sentry guns eigenlijk zo snel mogelijk uitschakelen. Puur gewoon omdat ik niet wil dat ze ons killen, dus...
BOOM! Bitches! Ah, shit. Mijn fout. Ik dacht dat die weg zou lopen, maar hij kwam een challenge. Het is altijd raar dat mensen op die manier challengen als ze echt bijna dood zijn. Dat ze gewoon nog steeds komen, maar ja. Ze doen het. En dan moet je altijd rekening mee houden dat ze dat doen. Oké, jullie hebben B, jongens. Goed gedaan. Oh, teammate! Serieus? Alweer gewoon? Dit is ongelooflijk. Dat ik op... Ik zie mijn teammates ernaast staan, hè. Hey, we moeten B houden. We moeten nu B gewoon de hele fucking game houden. We hebben nu alle vlaggen. Wat? Hoe de hek hebben we opeens alle... Jongens, wat hebben we gedaan? Opeens uit het niets hebben we alle vlaggen. Terwijl we net met moeite B konden pakken. En nu hebben we alles. Lol. Hé, hey, mij hoor je er niet over zeiken, want ik vind het alleen maar lekker namelijk. Shit. Weet je wat? Ik ga even mijn eigen Severus besturen. Ah, ik ben kapot. Fuck my life. Net als ik hem zelf ga besturen en heel veel kills kan oppakken. Maak ze hem kapot, hè. Huh? Lekker, mooi granaat. Fuck my life. Het is altijd wat micro hoor dat ze daar staan. Altijd. Nee, ze komen ook de hele tijd in onze rug. En dat moeten we zien tegen te houden, want dat is kut. Plus we moeten bezig tegen te houden natuurlijk. Wajo, wajo, wajo. Er zit er nog één daar. Dat zou ik zeggen. Dankjewel, teammate. Zit er nog één? Hou die B-vlog, jongens. Dat is alles wat we hoeven te doen, eigenlijk. Oh, fuck die Sandgun weer. Fuck. Die voor je is. Je Sandgun ook al een beetje geraakt. Kijk, ik moet even op een andere manier A gaan verdedigen. Of B gaan verdedigen. Ze gaan langzaam, maar zeker. Ja, ze pakken hem nu ook al, zie je. Nou, zo verdedig je de B-vlag. Easy peasy. Oh, wacht, nog steeds. Nog steeds losing B. What the fuck? Lul, hè, die je bent. What the fuck, joh. Ze blijven dat ding maar pakken, joh. Gekke mes zitten we tegen, hoor. Heb ik die Severus ingeroepen? Mijn teammate zit rechts. Ik heb een fucking GI in het, what the fuck? Lekker hoor jongens, ik heb een GI in het, hey! I like it a lot man, I like it a lot! Ah, oh, dat is nou jammer. Ja, pak B maar hoor jongens, komt de GI in het aan, daar komt hij. Jullie gaan allemaal dood. Ja hoor, GI in het, let's go bro. Ah, oh, trip mine, serieus. GI in het staat er gewoon stil jongen, op die B-vlag, hij is gewoon iedereen aan afschieten. Wat jullie kunnen, kan ik ook, hier! Oké, die ging mis. Ja, ik heb sowieso 60 kills, kan niet anders. Kijk uit jongens, lekker. Ja jongen, die fucking GI uit en de Severus nu. Dat is een dreamteam jongen hier. Oké, lekker hoor. 83 kills, let's go. Zo doen we dat. Dep. Oh sorry. Ik zal het niet meer doen, sorry. Jongen, GI uit, ik heb hem gewoon gedropt te houden. Ik dacht echt dat het de hoogste zou zijn voor deze class. Maar we hebben gewoon gedropt, we hebben gewoon 83 kills gedropt in totaal. Dat houdt in dat het 13 om 13 stond, maar nu dus 14 om 13 wordt. We hebben de voorsprong gepakt, we staan voor, zo mag ik het zien, maar nu moeten we die voorsprong blijven houden. En dat is nog best wel lastig. Dus jongens, mochten we hebben genoten van deze video, ram natuurlijk zo'n kaart op like. We hebben weer een puntje erbij. We hebben de 60 kills weer gedropt. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support, als we natuurlijk erbij waren. En hopelijk ook weer, zoals altijd, tot de volgende keer. Bye bye mensen.